Je hebt nog een ander experiment, want je hebt nog daar een stukje watten, een pijp en een rietje. Ja. Nou, je moet je voorstellen dat terwijl dit experiment langzaamaan lekker doorpruttelt, ik zal hem even een tikkeltje hoger zetten. Mm-hmm. Kijk, die planeten zijn natuurlijk heel erg ver van ons vandaan. Neem bijvoorbeeld, afgelopen jaar hebben we prachtige beelden van onder meer Pluto gezien, miljarden kilometers afstand. Dus het lijkt vaak dat het landschap en die andere planeten helemaal niet zo tastbaar zijn. Maar zo nu dan krijgen we toch dat we meteorieten hier op aarde aantreffen. En dat zijn stukjes steen en die belanden eigenlijk op een ramkoers met de aarde. En dat betekent dat dat stukje steen dan bij wijze van spreken in je achtertuin terecht kan komen. En dan heb je echt een stukje van een andere planeet vast. Nou, dit is een proefje waarbij je eigenlijk kan ontdekken wat er dan gebeurt in de atmosfeer als zo'n stukje steen binnenkomt vliegen. We zien nu een foto van een Nederlandse meteoriet, dat is de Ceroskerke. En daarvan kunnen we op een gegeven moment ook zien dat die op een gegeven moment in de atmosfeer een beetje verbrand is. En terwijl ik ondertussen hier een kopje watten een beetje in het buisje prop. Een heel klein stukje watten in het buisje? Ja. Want wat namelijk zo'n stuk steen doet, is dat als die komt echt met tientallen kilometers per seconde vaak de atmosfeer van de aarde binnen. En als ik deze zeg maar in schuif en ik geef een goede ram op. Dan moet ik even goed voor gaan zitten. Dan schiet hij eruit. Ja. Maar, ik weet niet of je hem kan ruiken. Zo. Wow. Moet je ruiken. Dus dat hele kleine propje katoen is eigenlijk net verschroeid doordat we net met die zuiger die lucht hebben samengeperst. Gewoon verbrand ruikt het. Het verbrandt inderdaad. En dat is precies hetgene wat er bijvoorbeeld... Alleen door die klap. En je ziet bijvoorbeeld op deze foto van deze meteoriet. Dit is de Ellemeet-meteoriet, dezelfde die we net ook zagen, een ander stukje. Dan zie je dus dat aan de buitenkant zo'n zwarte smeltkorstel is ontstaan. En dat ontstaat dus door de hitte in de atmosfeer. Dan verbranden die meteorieten voor een groot gedeelte. En dat is eigenlijk het effect wat we hier ook zagen. Die lucht wordt samengeperst, het wordt heet. En daardoor zie je dus een hele mooie zwart geblakerde korst ontstaan. En ja, dat stukje katoen, dat fenomeen wat we hier eigenlijk in een miniatuurvariant hebben gebouwd, dat is ook het fenomeen, het principe wat we in de atmosfeer zien gebeuren. Is dat ook je lol om dit soort experimenten te verzinnen om dingen duidelijk te maken? Zoals je dat hier met deze pijp doet en hier ook... Okay, ja, hij begint nu in, ik zie hem uit mijn ooghoekje aan het uitbarsten. Hij komt nu langzaam naar boven. Nou, het leuke van dit soort experimenten is dus juist dat het een soort van miniatuurversies zijn van die immens grote landschappen die we bijvoorbeeld op Mars of op Pluto of op andere plekken in het zonnestelsel aantreffen. En een klein beetje, hij heeft net het oppervlak niet gehaald. Dus het is een soort van magmakamer die nu is ontstaan. Dus eigenlijk is dat rode kaarsvet, dat stelt als het ware het vloeibare gesteente voor. En daar komt hij naar boven toe. En wat je dus zo nu en dan ziet, is dat dus die vulkaanuitbarstingen, dat die echt door de korst heen hun weg naar het oppervlak vinden. Dus die lavavlaktes vormen, waarvan we net op IJsland en Mars die voorbeelden zagen. Maar even voor mij, hè. Kijk, want hier heb je echt gewoon helemaal terug naar de basis. Mm-hmm. Kijk, hier maken we het natuurlijk warm. Maar wat maakt het in de aarde warm, waardoor het uiteindelijk de steen smelt en omhoog komt? We weten bijvoorbeeld dat radioactieve verval van elementen daar een rol bij speelt. Dus zeg maar hetzelfde uranium, wat we bijvoorbeeld ook in kernreactoren gebruiken. Dat zit van nature in het gesteente hier op aarde. Dat zorgt bijvoorbeeld voor de warmte binnen onze planeet. Maar we weten ook dat bijvoorbeeld bij de manen die om de grote reuzenplaneten draaien, dat daar juist de warmte wordt geproduceerd door de knedende werking van de getijdenkrachten. Dus er zijn heel veel manieren waarop een planeet aan zijn warmte kan komen. En dat is eigenlijk ook het leuke verhaal als je dus naar het landschap van een planeet kijkt. Je hebt aan de ene kant die warmte van binnenuit die zorgt dat landschap als het ware gevormd wordt. En als je een atmosfeer eromheen hebt zitten met elementen, met regen, met andere processen, dan zie je dus juist dat het landschap als het ware weer verweert, dat wordt afgebroken. Nou, en die wisselwerking, dat is een beetje dat hele prachtige verhaal wat wij kunnen vertellen. En deze is wel heel erg gaaf inmiddels geworden. Maar jij bent echt de leukste guy ever om op een verjaardag. Ja. Ja, een soort MacGyver. Je geeft jou een taart en een glas en dan heb je opeens Pluto. Dexter. Ja, maar dit is gewoon... Dit is trouwens wel een heel erg leuke versie nu geworden. Want je ziet nu ook aan de zijkant heel mooi, zie je die pijpjes. Dus van die magma, dit stelt als waar het inwendige van de aarde voor. Dit is de aardkorst. En je ziet dus dat er zo'n pijpje, zo'n scheur is ontstaan, waardoor die magma als het ware naar het oppervlak van de aarde is gestroomd. En daar dus zo'n lavavlakte heeft afgezet.